Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Ik ben woensdag, donderdag en vrijdag ben ik een beetje ziek geweest. Mijn moeder in het weekend, dus we hebben daarvan niet zo heel veel beelden. Maar alsnog veel plezier met kijken. Nog even voordat jullie naar de weekvlog gaan kijken, wil ik nog even vertellen dat wij vrijdag 22 juni bij het CAIO in Rotterdam zijn. En dat wij donderdag 28 juni bij Outdoor Gelderland zijn. Dus misschien zien we je wel daar. Wil je daar meer informatie over die twee evenementen, dan kan je die hieronder in de gegevens vinden. Nou, nu echt veel plezier met kijken. Kom op. Als een afspraak op zaterdagochtend niet doorgaat, wat doe je dan? Dan ga je naar Apeldoorn. En waarom ga je naar Apeldoorn? Omdat wij tegenwoordig Steve bij ons hebben en die is een drillsergeant. Ja. Dat betekent dat we nu gaan wandelen. Ja. Wie, waar kom ik hier? We gaan ook de avondvierdaagse van Vlaardingen lopen, 10 kilometer. En dit is dan een training, want zij gaat in Nijmegen de Nijmeegse vierdaagse voor militairen lopen en dan 40 kilometer. Nee, ik verzin het allemaal niet, maar ik doe wel mee. Je hebt een nieuw vriendinnetje, hè? Ja. Het is meer testermaat. Bonky. Of Diva. Liva heet ze volgens mij, toch? Liva, ja. Liva. L-I-V-A. Bonky dus. Kim is helemaal ingespreid met tekenspul. Die heeft een soort psychisch trauma over teken en over eigenlijk alles wat beweegt en niet groot is. Alice is mee! En we hebben mazzel, we hoeven maar 11 kilometer in plaats van 15. Ik wil het niet zeggen, maar ik zeg toch. Gelukkig maar! Inmiddels zijn we ruim 2 kilometer op weg. Alice is de ongevallen ongeveer. Tess heeft nog energie zat, want die is daar achter. En onze militair. Dat van achter ons. Serieus. Tess is gaan zitten. Ja, vol. Ja. Ze even een beetje inhouden dat ze even op adem kan komen. We lopen dus door het bos. En we zouden nu een betonnen fietspad tegen moeten komen, maar ik zie geen fietspad. Ze hoeven niet daarheen. Oké. Nou ja, we gaan het zien. Goed, de route is volledig mislukt. Maar we hebben een alternatieve route gevonden. En Steve is vrij goed in navigatie. Die weet waar het oosten, zuiden, noorden en westen is. Tess heeft goed volgehouden. En Alice doet het ook. Ah, en je moet nog de avondvierdaagse lopen. 10 kilometer per avond. Alice doet het wel weer. En die kleine tackle gaat prima. En Kim heeft het overleefd als puber zijnde. Heeft ze gewoon de hele wandeltocht meegelopen. Ze heeft wel wat raar om zich heen geslagen. Dat was voor de beestjes, geloof ik. Ja. Ze heeft bijna de nek gebroken omdat ze een beestje aan het wegslaan was. Maar zoals je ziet, ze is nog in goede gezondheid. We gaan zo natuurlijk nog lunchen. Maar voordat we überhaupt ergens heen gaan, moeten we natuurlijk eerst uitrusten in het buitenhuisje. Tess is aan het uitrusten. Ik ben dood. Tess is dood. Nou, het was maar 7,5 kilometer. We zouden er 15 gelopen, dat is mislukt. Het werden de eerste 11 en toen waren we de route kwijt en nu is 7,5. Hierop zitten, maar toch ga ik staan. En daar hebben we Alice. Die is eventjes aan het bijkomen. Het is best koud hier eigenlijk. Lekker. Vandaag is Alice jarig. Het is goed dat ik een mailtje krijg van de databank voor gezelschapdieren, waar ze geregistreerd is, om mij te vertellen dat mijn hond jarig is. Dus Alice, gefeliciteerd. Alice denkt van genoeg praat hier met mijn eten. Wat is er, Tess? Jij wou wat zeggen. Kun je even dichterbij komen, want ik heb nu tegenlicht. Ik dacht dat het 24 mei Alice jarig was. Dat was eerst. En toen ben ik weer 26 mei en zei ik, dat is vandaag. Dus nu is het opeens Alice jarig. Ze is 5. Yay! Gefeliciteerd. Ik vind dat je even moet zingen. Lang zal ze honden, lang zal ze honden, lang zal ze honden,
Wat was het? Hiep-hiep hoera, denk ik nog. Hiep-hiep hoehond, ja. Hoopvol dit. Liefstuk heb ik gehoord dat je krijgt, Alice, van Steve voor je verjaardag. En een en Kim? Die zit toch omdat ze eten wil. Het is tijd om Kim eten te geven. Wat wilde je, Kim? Carpaccio. Nee, het is wel biefstuk volgens mij, toch? Ik weet niet wat ze hebben. Nou, vast wel een biefstukje voor je. Wow. Nou, als vraag wat gewoon. We hebben gegeten. Alleen Kim eet er zo'n champignons. Dit is dezelfde camera. En ze eet alles met kruidenboter. Plus een champignons. Ja, en je eet alles met kruidenboter. En ik heb geen zin in slaan. Ga kom eens hier. Hey, kijk eens, biefstuk. Wat heb je op, Kim? Biefstuk. En jij, Tess? Uitsmijt en ik heb nog steeds honger. Dus wat ga je nu eten? Een kalmpoes. En jij? Appeltaart. En jij? Ik weet het nog niet. Nog een biefstuk. Maar ze had kroketten. Kroketten. Ik was gewoon braaf. Ik had tonijnsalade. Ja, dat is wel het beeldje voor je thee neemt. Alice is inmiddels weer opgeknapt. Alice! Hi. Hallo, jarige Job. Hallo. Ja. Dat was heel fijn. Ja. Liva. Ze doet het weer. Ze is gestopt met hijgen. En Liva daar, die steelt de show. En Alice gaat maar eronder liggen daar. Okay. Liva, die heb ik nu 2 jaar. En ik heb haar uit Woerden gehaald. Met macht 3 naar de manege. Want Tess wil nog in de buitenrit met Tatapie. Dus die heeft zich helemaal rot gehaast. En ik dus ook. De camera ligt nog in de auto. Dus ik heb me helemaal rot gehaast. Zodat het kind daar nog mee kan met dat andere kind daar. Kijk, met die 2 daar. Tatum, je hebt het goed geregeld. Goed gedaan hoor, Tatum. Mama, ik heb het gewoon voor mijn koken. Nou, Tess is ook al klaar. Had je wel sleutels? Nee, de kast is in mijn hoofd. Dus. Nou, geluk bij een ongeluk. Ik hoop dat er niet alles uit is. Ik ga even een halsertje af. Goed. Nadat we met macht 3 naar de manege gegaan zijn, zijn we dus nu op tijd. Een soort van. Het kind zit erop. Ik had een buitenrit. Stel maar. Nou, ik ben vandaag voor het eerst bezig met het rondeuzen. Het gaat best wel goed. Chico! Even een pony langs. Oh, ja. Ja, staat aan. Nou, voor mijn eerste keer vind ik dit nog best wel goed. Het is geen lekkere professionele van, ach, wat lelijk. Nee. Het is de eerste keer. Ik vind het helemaal perfect. Ik wil zeggen, mag ik nou weer een snoepje of een appel of een kusje of aandacht? Nou, ik ga vandaag Bella helemaal wassen en ik neem heel veel spullen mee. Kijk. Nee, Bel. Er zit een snoepje in, dan moet ik hapen. Ik ga Bel vandaag helemaal wassen en we willen dat ook nog wel stukjes filmen. Ja! Wij gaan maar straks naar de school. Nou, het is inmiddels een beetje donker geworden. Maar het eindresultaat, ik heb er even gewassen. Ik zal het dekentje er even afhalen. Ze was helemaal aan het bibberen. Ik dacht, ik doe even een dekentje op. Nou, dit is Bel. Ja, dat hierheen. Ik heb hier matjes gemaakt. Ik denk dat hier zeker 100 elastiekjes in zitten. En misschien 50. Het is weer mooie voetjes. Geschoen.
voren wel. Hier nog een beetje nat. Door de staart ook een beetje gewassen. Zie hier ook weer dat. Dus lekker schoon. Ook er hoefjes gemaakt. Dus geslaagd. Oh, ze heeft geen bol. Oh. Oh, dat is lekker. Ja. Nou. En nu mijn spullen nog opruimen. Daar heb ik minder zin in. Goedemorgen. Vroeg, want paardjes gaan het land op. En dat doe ik meestal door de week. Dus ik ga eerst Verona de medicijnen eventjes geven. Dus dat betekent even slobber maken. En dan moet daar nog wat medicatie in. Daarna ga ik Spirit en Batman pakken. Kan ondertussen Verona de medicijnen opeten. En daarna Verona en Henja. Vandaag gaat Bel mee naar school. Dus ja, dat wordt ook weer wat zometeen. Zo, Verona Keurtje zit door de slobber. Ze vindt slobber momenteel niet zo lekker. Maar goed, we zitten aan het einde. En ze eet het uiteindelijk gewoon op. Dus ik ga ervan uit dat het zo wel prima is. Nou, vandaag is er gelukkig weer wat meer zin in. En eet ze het gewoon weer op. Gisteren had ze er niet zo zin in. Maar ik had gisteren ook met koud water gedaan. Ik denk dat is lekkerder. Dus misschien is dat het. Vandaag gewoon weer met heet water. Dit is Spirit van Naomi. Die moet even een vliegenkap op. En dan gaan we zo Batman halen. Spirit is nog een jonkie. We moesten eerst eventjes afspraakjes maken. Hoe we samen zouden lopen. En dat hij niet voorbij me mocht. Maar zoals je ziet doet hij het nu heel netjes. Hoop. Wachten. En hij staat ook wel snel stil. Dus nu mag ik eerst door de deur. En dan wacht hij achter me aan. En dan gaan we zijn vriendje Batman halen. Ze zijn echt dol op elkaar die twee. Dat is op zich wel heel schattig. Dan nu Verona en Henja. Verona krijgt vandaag weer vliegendeken op. Eén, het is warm. En dat ding dat zorgt ook deels voor schaduw. En twee, ja, hoe warmer het wordt, hoe meer vliegen. En andere beestjes er rond vliegen. Dus dan is het vliegendeken wel fijn voor. Zo, Verona is helemaal ingepakt. Ik vind het altijd een beetje veel voor op de wei. Maar ja, aan de andere kant al die beestjes, dat is natuurlijk ook gewoon niet fijn. Dus het is kiezen of delen. En dan toch maar gewoon, ja, beestjespul. Dus we hebben een volledige ingepakt paard. Ik heb Verona en Henja bij me. We gaan lekker naar de wei. En dan ga ik straks om 9:45 weer terug om Bel op te halen voor Tess. Want die gaat dus mee naar school. Ja, heel ander orde van grootte. Zo, ze staan op de wei. Naar het zebraatje. Ik zie dat ik een beetje scheef de dekomgang heb. Maar ja, zit goed vast, blijven zitten. En daar hebben we Spirit en Batman. Als ze in de wei staan hebben ze natuurlijk ook gewoon water nodig. Dus ik ga het even het emmertje bijvullen. Er komt hier gewoon een slang uit de grond. Daar kan je de emmers mee bijvullen. En waarom weet ik niet, maar water in de wei smaakt altijd beter dan in de box. Ik kom net uit de box en het eerste wat ze doet is hier drinken. Normaal is Henja het altijd. Die komt aangaloperen en dan het eerste wat ze doet is drinken. Maar vandaag had Verona blijkbaar behoefte aan water. Inmiddels heb ik Bel in de veewagen en gaan we naar Tess ter school toe. Ik heb op school mijn spreekbeurt gehad en de camera gehad, daardoor kon ik niet meer filmen hoe het was met Bel, maar dat ging niet. Nou, ik heb gewoon de camera laten zien en het ging echt heel erg goed. Ik was eerst heel erg zenuwachtig, maar uiteindelijk kon het heel erg goed. Goed, vandaag staan we een keer buiten. Het is prachtig weer, dus kunnen we net zo goed eventjes buiten opzadelen. Nee, oh, dat moet ze niet eten, denk ik. Bel, je kan niet alles zomaar eten. Stop daar gewoon maar mee. Hup, terug. Zo, nou, lekker zadelen. Ik weet niet of Tess de pony vastgezet had, maar nu wel. Nu wel. Tess, je pony.
wel beter voor elkaar dan wij, want hij zit gewoon in de schaduw. Mm-hmm. Vandaag spelen we de Muppet Show. We zitten op een bankje en we hebben commentaar. Mm-hmm. Ja. En ondertussen moet Kim luisteren naar Frank. Dus wij doen het beter. Nee hoor. Ik vind het ook altijd fijn. Voorlopig is hij tevreden, dus dat is fijn. Ik kan me niet voorstellen dat hij ooit niet tevreden is. Nee, maar ik denk wel dat hij op een hele vriendelijke manier kan zeggen dat je iets misschien toch net iets anders doet. Ja, maar dan zegt hij altijd eerst dat je het goed doet. Ja. Maar misschien... Tessa, even serieus. Je moet er nu echt goed vastzetten. Dat hij hem geen knoop meer kan maken. Nee, dat is ook niet handig. En ook Tess is aan de beurt. Ik kan nooit inzoomen met die beelden. Zo jammer. Tess is lekker aan het rijden. Heerlijk het mooie weer. Ho. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef je een duim omhoog als je hem leuk vond. En abonneer. Nou, niet vergeten om hier beneden op het rode knopje te abonneren. En tot de volgende keer. Doei!